Easy go. Mijn naam is Nicolai en welkom bij een gloednieuwe vlog. Misschien zie je het niet heel goed omdat het nog donker is, maar we gaan even op avontuur. Want ik ben niet ik heb een eigen kanaal waar ik op avontuur de serie heb. En ik heb een kanaal met Leonardo Smilde. En dat is Leo en Nico op avontuur. En dat is nog veel leuker. Dan zijn we met meerdere mensen. Maar nu gaan we met mijn camera, vrouw en ik. Want ik ga haar niet op beeld namen noemen. Ga ik gewoon lekker op avontuur. En af en toe filmen we even. En nu ga ik gewoon even een stukje lopen. We zijn heerlijk aan het lopen. We zijn net even gekeken bij het gemeentehuis, bij Zuidhoorn en zo. Nou, ik hoop in ieder geval, ik wil in ieder geval mededelen. Morgen zeker even kijken, want morgen gaat er een persconferentie komen. En ik hoop voor alle mensen die in de crisis heel erg net een winkel hebben begonnen of zo, even aan de kant. Anders gaan we een bekendteken filmen. Dus ik hoop in ieder geval dat mensen het leuk vinden dat ik video's maak. En je kan de gekste content bedenken. Maar ik heb het deze weken heel druk. Ik ben met allemaal baantjes begonnen. Na de stages. Misschien heb je het op Facebook al wel meegekregen. Ik ben bij Virginie. Nou, ik ga er niet veel informatie over geven. Maar misschien komt er nog in de toekomst een video van Virginie dat ik daar aan het werk ben. Als je iets over Virginie wil weten, moet je gewoon naar hun pagina komen gaan van Facebook. Dan kan je allemaal leuke dingen, aanbiedingen en zo van hun laten zien. Verder ga ik er niks over zeggen. Ik woon zelf gewoon in Zuidhoorn natuurlijk. Maar ik doe ook wel bij Tolbert's. Bij de boys werk ik 2 dagen in de week, woensdag en donderdag. Dus bij de groente en zuivel. We staan nog, zoals je op de achtergrond hoort, nogal bij de station. Zo bij het, vlakbij het station. En daar hebben ze 2 treinen waar die langs kunnen komen. Hier hebben we een mysterisch paardje waar je niks ziet. En hier gaan we heen. En ik zeg altijd, abonneer voor meer. Yo, en we zijn, en ik ga weer even weer terug zijn. Want de video is even gepauzeerd. Want we lopen weer, hebben weer een stukje doorgelopen. Ik sta ongeveer midden in Zuidhoorn. Nou, ik ga even een herinnering waar mijn cameravrouw wel op de video is geweest, weer terugbrengen. Ik ga niet in het donker verder lopen. Ik probeer zo licht mogelijk te zijn, maar in ieder geval hier achter mij, nou, aan de zijkant, hebben wij gecrossed om het vijvertje door. Om het vijvertje heen gingen we slippen, was vorig jaar. Nou, dat is wel leuk om te weten. Dat zijn allemaal leuke herinneringen wat ik hier heb. Nou, nu doe ik even een verzoek voor de mensen die van een krantenwijk houden. Dat is toevallig, want ik heb had eigenlijk een krantenwijk, heb ik niet gehad. Ben ik expres mee gestopt omdat het te veel werd. Ik heb de wijk proef gereden om te checken of het wat was. Nou, drama. Dus dat is niks geworden. Ik kom zo terug. Ik ben weer terug. Sorry, er kwamen voorbijgangers. Maar je kan mij gelukkig nog een beetje zien doordat er straatverlichting is. Hier zijn we ook weer bij een monument van Zuidhoorn. Ik ga verder niet namen noemen, maar ik kan wel het voorlezen lezen.
Dit was volgens mij 1940, 1945. Dit was een oorlog. Omdat wij het niet vergeten. Het zijn allemaal mensen. Nou, wil je dat ik hier een video over maak? Zorg dat je geabonneerd bent. Dan ga ik het maken. Als ik nu. Dus 8 abonnees erbij krijg, ga ik een deel van geschiedenis uitleggen qua de Tweede Wereldoorlog rond 4 en 5 mei. Dus als jullie het willen zien, ga dan die abonnees omhoog gooien en zorg dat ik het wil doen. Want ik wil het wel doen, maar ik maak volgens de weergaves niet zulke goede video's blijkbaar. Maar er vinden wel mensen het leuk, maar dan abonneren ze niet. Ja, dat begrijp ik. Misschien zit je ook wel op de gastaccount van YouTube zelf. Het is heel simpel om een account te maken. Iedereen heeft wel een Gmail of iets. Daar log je gewoon mee in YouTube. En dan druk je gewoon heel simpel op dat rode knopje. Is helemaal gratis. Is geen geld. En oh ja. Ik loop nu hier bij de Rabobank. Je kan hem niet heel helder zien. En dan raad je het ook al. De Albert Heijn. En dan gaan we even verder. Nou, dan loop ik even weer verder en dan zie ik jullie zo. Want ik ga je even iets uitleggen over de Action. De Action heeft namelijk een verhuizing. Dus de verhuizing gaat van de Action verhuist, is helemaal aan het verbouwen en zo. Verhuist niet, maar verbouwd, bedoel ik. Ja, de Albert Heijn is dicht, want dat is na 8 uur. Dus dat is logisch. Dus alles is op stop. Tot zo. De tering. Sorry voor de mensen. Voor de schelden, maar kijk hoe leeg het staat. Je kan het niet goed zien. Misschien als ik mijn flits heb. Oh ja. Nee. Nou beter hoor. Ja, je ziet het niet op camera beter. Want er zit glas voor. Maar misschien, jullie zien het misschien niet goed omdat het glas hartstikke smerig is. Maar je ziet bijvoorbeeld wel als ik dit, ja, je ziet het misschien niet. Daar zit allemaal materiaal, hier ook, als ik wat verder weg sta. Maar hier in ieder geval. Hier staat het ook, deze Action gaat weer open op 28 januari. Ze zijn namelijk aan het kleine prijzen groot glimlach Action. Het is niet verder dat ik zeg van dat het een sponsor is of zo. Nee, het is gewoon, ja. Ah, simpel toch. Maar volgens mij komen er nieuwe kassa's, want de kassa's zijn eruit. Het is helemaal aan het... Ze zijn helemaal aan het bouwen. Kijk maar. Hier. Helemaal omhekking. Hier zo. Lint. Een grote container. Met. Hier een hefdruk. Dan kan je beter zien. Zou je de sleutel er nog in? Nee. Nou, heftruck dus. Nog 2 containers. En weer lint. En ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar het is een gekke werk, joh. Misschien. Hé, hey, hier is een aansteker. In ieder geval. Ah.
Kijk. Ja. Dat dit een container is. Maar ik moet nu snel weer naar beneden, want kijk. Maar ik sprak dus net een gemeenteman, die rijdt daar nu weg, maar die zet hier net pionnen. En hier is natuurlijk normaal op vrijdag markt. Dat is hartstikke leuk. En daarom zijn hier ook pionnen. Want officieel mogen deze containers, is het niet handig dat die hier helemaal staan. Dus dat is... is de gemeente is blijkbaar niet heel blij mee. Maar die meneer was in ieder geval heel aardig. Dus even showdown naar hem. Maar in ieder geval, ik weet niet, Holland Totaal Sloopwerker en Action, wat jullie van plan zijn, maar het is niet een goed moment om te gaan verhuizen, te gaan verbouwen, terwijl er ook nog markt is. Nou, als je het doet, waarom zet je hier dan een container neer? Ten eerste, het is een parkeerplek, dus hier moeten gewoon auto's kunnen staan. Daar is deze blauwe vak tenslotte voor gemaakt. En ten tweede, daarom heeft de gemeente die man nu ook gemaakt. Want ze mogen hier helemaal niet staan. Nou, het is wel raar. Nou, in ieder geval, dat is raar content. En wat je al hebt gezien, kijk. Het is niet helemaal scherp, maar nogmaals, dat komt door zo, nog steeds heel veel is het trouwens. Dat komt doordat, doordat we buiten zijn, zoals hier. Nou, het hein is dicht, maar toch brandt er licht. Geniaal. Maar ja, ik laat mijn cameravrouw weer even filmen. Op een plek waar het wat meer licht is. Dus we zien jullie. Zo. Mijn cameravrouw me weer gaat filmen. Ze vindt het trouwens heel leuk dat ik video's maak, maar ze wil het er zelf niet op. Je ziet het al. We gaan veel verbouwen. Omdat ze dan failliet raken. Daar komt ook iets nieuws. Daar gaat dus iets nieuws. Dat was eerst schoenmode. Dat is dus allemaal wat anders. Wordt dit gewoon wat anders? Nou, is niet heel mooi. En niet handig. Maar nogmaals, wil ik jullie meer abonneren. En dan laat ik mijn cameravrouw zo, voordat we nog naar binnen gaan, mij even filmen. En dan zien jullie me zo. Nou, dan spotten jullie me in ieder geval wel, want dan zien jullie me. Nou, wordt grapje van de dag. Nou, in ieder geval, mijn cameravrouw doet mijn best om de scherpte te krijgen. Mijn bril zakt een beetje op. Maar in ieder geval, het kan zijn dat de scherpte van mijn telefoon niet heel goed is. Ik probeer in ieder geval te regelen van alles met mijn verjaardag en zo. En daarom ga ik dadelijk ook even een stukje filmen dat we een vuurkorf lenen voor zondag. Ik denk dat ik zondag geen video ga maken. Misschien doe ik het. Alleen als de mensen die erbij zijn ook het willen. Ik ga namelijk even, als die het allemaal willen, dan ga ik misschien een video maken over wat we allemaal een beetje aan het doen zijn. En anders laat ik sowieso nog even dadelijk de vuurkorf zien van de cameravrouw. Nou, ze wil nog steeds niet dat ik haar verder benoem ofzo. Misschien heeft dat ook met haar beroep te maken, dat snap ik op zich ook wel. Dus ik ga verder daar mee respect mee om. Dus, nou, hier gewoon op een afgelegen plek. Dit is een van de winkels die hier zit.
En hier zit een hele mooie WV, maar dan moet je niet te veel naar handen filmen. Maakt niet, verder niet uit. Gewoon niet opzoeken. Maar in ieder geval, ik vind het heel leuk als jullie naar mij kijken. En ik probeer zoveel goede content te maken, maar het lukt niet helemaal. En dat heeft ook te maken met dat ik op het moment met mijn 18e verjaardag bezig ben. Ik heb me op het moment wat ik al op het begin van de video zei, ik heb op een allemaal video's, allemaal werkplekken waar ik voor het eerst ben geweest en waar ik heb gewerkt. Dus dat, ik ben heel vermoeid. Misschien heb je het nog niet gehoord, anders hoor je het nu. Nou, heel Zuid-Hoorn zat plat. Het is dus ook koud, want zoals je ziet, mijn adem is warm. Maar ik zou mijn cameravrouw niet te lang stil laten staan, want ze heeft het koud. We noemen haar ook een koukleun. En ik zeg bij mezelf, stroomstoring is geweest vannacht. Misschien heb je het niet meegekregen, maar dat is in Zuid-Hoorn in ieder geval geweest. Daarom ben ik nogal moe. Excuses. Maar in ieder geval, Zuid-Hoorn is een hele mooie plek om jachtseizoen en alles te doen. Dus, en ja, van alles. Jachtseizoen is natuurlijk een spel van Stuk TV, dus is niet van mijn kanaal. Dus dat zou ik alvast zeggen dat ik het benoem. Maar dat het gewoon een spel is waar er ook een app van is. Dus ik benoem het vanuit de app, niet vanuit de video's. Dat je dat even weet. Maar ik zou zeggen, ik ga dadelijk, we lopen nu naar de groep terug waar ik woon. En dan laten we even de vuurkorf zien en dan doe ik de outro. Dus als ik het nog niet, als ik het waarschijnlijk ga ik het vergeten te zeggen. Abonneer voor meer en dan zie ik je zoals altijd later. Maar voordat jullie wegdrukken, kijk even hoe leuk de vuurkorf eruit ziet. Waarschijnlijk ziet het er vast wel leuk. En dan gaan we nu eindigen. Ik ben aan het filmen. Oh. Ja, we zijn weer terug. Hier, kijk. Vuurkorf. Oh, ze heeft ook de skillers mee. Je ziet helemaal niks. Ah. Nee, wacht even. We gaan blijven filmen. We doen de kofferbak even dicht. We doen mijn auto even op slot. Lopen even naar de lantaarnpaal. Mijn cameravrouw praat wel, maar... Ik praat wel, maar ik ben onverstaanbaar. Onherkenbaar. Ik kan de stem niet... Kijk, net als een beker. Ja. Dat is nog steeds moeilijk te zien. We moeten naar de volgende lamp. Nou, we gaan even naar een verdere lamp. Want nou, als dit niet goed is, weet ik het ook niet meer. Ja, dan kijk, nou we're talking. Ja. Ja, dat is hem. Nou, ik hou hem net zo vast dat het een ding is, maar... Nou. Nogmaals, vinden jullie deze video leuk? Like dan even. En abonneer hier beneden, want dat is gewoon gratis. En jullie willen video's van mij zien. En ik wil mijn abonnees omhoog. Dus compromis is wel heel mooi. En dan zeg ik zoals altijd, abonneer voor meer. En dan zeggen we later. Later.